Casa is dus een interieurwinkel. Verscheidenheid aan allerlei spullen voor uw huis gezelliger te maken, mooi aan te kleden. Wij mikken op trendy spullen die dat toch nog betaalbaar zijn en voor elke wat wils. Casa is een Belgische speler, dus altijd al altijd geweest vanuit België, maar wel internationaal gegroeid doorheen de jaren. Momenteel zijn we 480 winkels in Europa en wij focussen ons sinds enkele jaren ook absoluut op onze e-commerce activiteiten. Tijdens de coronaperiode moesten alle winkels verplicht sluiten en daardoor zijn wij e-commerce in-house beginnen doen om alle goederen bij de klanten thuis geleverd te kunnen krijgen. Wij zaten hier met een magazijn vol goederen, klanten die daar niet bij ons terecht konden fysiek in de winkels, waardoor dat wij eigenlijk op een heel snelle periode, een heel snelle omschakeling naar e-commerce activiteiten in-house zijn gaan doen. Voorheen hadden wij die extern. Ja, omdat we eigenlijk spreken over een periode van enkele weken dat we het wilden opstarten, waren we eigenlijk op zoek naar een totaaloplossing om alles wat dat we nodig hadden om de producten thuisgeleverd te krijgen, om die bij ene speler te kunnen aankopen. En zo is Raya in beeld gekomen, omdat zij toch ja, omdat een heel assortiment hebben dat wij nodig hadden om alles geleverd te krijgen. Van de standaard kartonnen dozen tot de taperolders, tot alle verpakkingsmaterialen zijn wij zo heel snel bij jullie terechtgekomen. Ja, we zitten vooral met de snelheid van levering, de grote voorraad die dat er is, maar eigenlijk ook de afterservice en de klantvriendelijkheid die dat wij enorm appreciëren en waarderen. Niks lijkt te veel. Elke vraag wordt heel snel en heel kwalitatief beantwoord. En dat zorgt ervoor dat wij enorm tevreden zijn van de service die wij van Raya krijgen. Ja, wij voornamelijk de standaard dozen in verschillende formaten, van kleine tot grote. Net zoals ons assortiment, wij hele kleine spullen, maar ook heel grote spullen, die dat wij dan allemaal verpakken in de standaard dozen van jullie. De Geami is ook een van onze topproducten waar wij heel veel materiaal mee beschermen. En de taperollers en de verzendzakken. De duurzaamheid en de manier van levering naar klanten toe is denk ik wel een heel belangrijke waar wij zeker mee bezig zijn. De dag van vandaag willen mensen niet alleen dat het goed verpakt en duurzaam verpakt aankomt, maar dat het ook effectief zo geleverd wordt. Dus de last mile deliveries is wel zeker een waar we ook naar kijken om dat op de meest groene manier ook bij de klanten te krijgen.